Zo, daar ben ik weer. Vandaag kom ik dus met de uitgebreide review van de Xiaomi Redmi Note 4. 4G in dit geval, de LTE versie. Inmiddels gebruik ik dit toestel al een aantal weken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel onder de indruk ben van dit mooie, aardig geprijsde 4G toestel van Xiaomi. Een van de redenen waarom ik dit toestel heb gekozen om uit te proberen is om de 4G uit te testen. Aangezien alle providers hier in Nederland 4G promoten, dacht ik even om uit te proberen hoe de 4G van een Chinees toestel werkt. Ik moet zeggen dat ik echt onder de indruk ben van deze Xiaomi. Voor een toestel wat geprijsd is net onder de 180 euro inclusief DHL-verzending, is dit echt een topper. Dus wat mij betreft is dit echt een hele goede keuze voor iemand die een goedkoop toestel zoekt met 4G-functies en toch aardige scherm, een 720p scherm, IPS, vrij helder. Ik moet zeggen dat ik toch best wel onder de indruk ben van dit mooie toestel. Hij is goed scherp. En ja, eigenlijk voor dat geld mis je de 1080p eigenlijk niet. De Xiaomi ondersteunt qua 4G de frequentieband van 1821, 100 en 2600. Dat is voor mij in dit geval hartstikke goed, want ik gebruik T-Mobile en die zenden uit op dat netwerk. Voor de specificaties van dit toestel, nou ja, ik heb het al bij mijn unboxing laten horen. Dat is een Qualcomm Snapdragon 400 geklokt op 1.6 gig met 2 gig werkgeheugen. 8 gig intern. Ik moet eerlijk zeggen dat die 8 gig net aan is. Ik gebruik heel veel apps en dan zie je dat het snel vol raakt. Dat kan ik even laten zien aan jullie. Ik krijg dus ook regelmatig een melding dat mijn geheugen vol raakt. En dat kan je dus hier zien. Hier zegt hij dus al totaal 6.1 gig. En mijn SD-kaartje die werkt dan ook wel mee. Maar ja, voor sommige apps moet er toch intern geheugen gebruikt worden. Nou, ik heb maar 115 over. Dus daar doet de Xiaomi dan soms over piepen dat ik iets moet weggooien of een beetje ruimte moet vrijmaken. Maar volgens mij is dat ook gewoon op te lossen door het toestel te routen en de schrijfmogelijkheden op extern te zetten. Dat is mogelijk zover ik dat weet. Ik heb natuurlijk benchmarks gedraaid op de Xiaomi. Ik ga ze niet allemaal overnieuw draaien, maar ik kan een paar uitslagen laten zien. Eens even kijken, wat had ik op de AnTuTu. Daar had ik een mooie benchmark van gedraaid. Nou, je ziet 19.931. Niet slecht voor een Snapdragon 400 toestel. Device info. Nou, je ziet het, hij draait dus op Android 4.4.2. Dat is KitKat, zover ik kon zien. De Adreno 305. 720 schermpje, 13.1 megapixel, niet slechte camera, aardige mooie video's heeft hij eruit kunnen halen en foto's. Hier zie je dat het een Snapdragon is en hier kan je zien dat hij op 1.6 draait. DPI'tjes, 320 dpi, 5 megapixel front-facing camera, niet slecht, 1080p kan hij opnemen met de camera. En hij weegt 192 gram. Ook niet slecht. Even kijken, wat hebben we nog meer gedraaid. Ik heb hier 3D Mark heb ik ook gedraaid. Vrij aardig zware benchmark tool. En hij heeft toch wel een redelijk mooie scores gehaald. Ik zal even kijken of ik het kan laten zien wat hij heeft wat hij had gescoord. Even kijken hoor, waar zit hij? Deze... Waar is hij? Ah, jammer genoeg
kan ik het niet meer... Ah, hier is hij. 5729 heeft hij gedraaid. Geen slechte score. Dus dat is ook hartstikke mooi. Daarna heb ik, even kijken, Epic Citadel heb ik gedraaid. En ik heb ook nog Velamo gedraaid. En die scores kan je dan ook zien. Even kijken. Nou zie ik even niet waar die onder staat. Ja, hier 1087844. En dan komt die net onder... onder de Samsung uit, S3. Dus al met al, voor dat geld is dit echt niet een slecht toestel. Even uit dit gaan. En dan kunnen we nog even snel de Quadrant Standard draaien. Dan kunnen jullie ook even zien wat hij doet met de Quadrant Standard. Nou, dit is een vrij snelle benchmarking tool. Dus dat doet hij wel snel. Qua formaat valt het ook allemaal mee, moet ik eerlijk zeggen. 5,5 inch scherm. De Note 3 heeft een 5,7 inch scherm. Ook niet zeg maar de kleinste. En je ziet, de Xiaomi is net ietsjes groter. Kijk, als we hem zo naast elkaar leggen, dan komt de Xiaomi net een klein beetje hier erbovenuit. Qua dikte valt het ook wel mee. Zo kan je het zien. De Xiaomi is net iets, of misschien hetzelfde, want de bezel is net wat meer gekanteld. Deze even erin klikken. Die ook. Zo kan je het wel zien. Ze zijn ongeveer even dun. En qua gewicht valt het ook wel mee hoor. Dan heb ik de benchmark weer gestopt. Dat was niet zo slim. Laat ik hem even met rust. Nou ja, de 320 dpi'tjes voor het 720 IPS scherm, dat doet aardig zijn werk. Op mijn geschreven review bij Tweakers had ik gemeld dat het scherm, mijn scherm dan op mijn Xiaomi, iets van flikkering vertoont. Nou ja, dat is denk ik mijn pech. Ik heb al geregeld dat ik hem terug kan sturen, dus na de videoreview zal ik erover overwegen om hem terug te sturen. De kleuren van het scherm, nou ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. Nou ja, het is geen Super AMOLED scherm, maar rood is rood en zwart is zwart. Natuurlijk is een AMOLED scherm veel zwarter dan normaal. Hier is de score van de Quadrant Standard, 11.501. Niet slecht. En nu gaan we even kijken wat er allemaal draait. Nou ja, die kunnen we dus allemaal uitmaken, want je ziet, hij gebruikt veel aan geheugen wat hij niet zoveel heeft. Dus dat gaan we even uitmaken allemaal. Hup, kijk, en dan is er weer wat geheugen vrij. Even drukken en dan is er weer een gigi vrij. Simpel. Gaan we even kijken wat we aan de camera hebben. Oh, wacht even hoor. Hup, even terug. Ik heb nog hier in de galerij. Ik zal even kijken. Nou, een mooi bezoek aan de dierentuin. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hij maakt aardig foto. Dit was op een grijze dag. En dan maakt hij toch redelijke foto's. De kleuren zijn vrij duidelijk. Deze zeester is dus wit met rood. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar ik zal... Ik heb op mijn geschreven reviews heb ik nog wat foto's toegevoegd die zelf gemaakt waren. En dat waren, zijn wat duidelijker te zien dan op dit videoreviewtje. Ik heb ook wat opgenomen. Ik zal even kijken of ik die kan laten zien. Opnamekwaliteit. Hier heb ik een opgenomen clipje. Nou,
geluid is van de wind. Het waaide heel hard. Ik stond bij Schiphol. En ik dacht, ik doe even een klein clipje shooten. Maar de wind was heel erg hard. Dat heeft hij dus opgenomen. Niet slecht. En hier nog een foto van de giraffen. Goeie foto. Dus dat doet hij goed. Natuurlijk heb ik ook gaming getest. Ik heb een paar spelletjes geïnstalleerd. Die kunnen we even uitproberen. Temple Run. En dan kan je ook horen dat de speaker van de Xiaomi, die hierachter zit, toch best wel goed is. Voor dat ene kleine speakertje zit er toch een aardig vol geluid in. Hop, laten we eens even uitproberen. En dan gaat hij. Hij reageert ook goed op het scherm, op mijn vingers, laat ik het zo zeggen. Oh, springen, ja, niet gek doen. Hup, daar gaat hij weer. Dus het is een prima schermpje, die mooie kleuren geeft. En de speaker ook een mooi geluidje. Dus dat is echt een topper in dit geval. Ik heb meerdere toestellen uit China uitgeprobeerd en met deze Xiaomi ben ik toch wel aardig tevreden, moet ik eerlijk zeggen. Nou, laten we die even eruit skippen. Even kijken, dan hebben jullie wel genoeg gezien van het spelletje natuurlijk. Nou, heb ik nog even Riptide, heb ik ook nog erop zitten. Kunnen we ook nog even uitproberen. Zo, je ziet, loading gaat aardig. Vlot met het laden van het spelletje. Career en laten we beginners lock en deze even doen en dan gaan we beginnen. Klein beetje lag zoals jullie zien, maar niks ernstig hoor. Zo, nou hier kunnen jullie wel een beetje zien wat hij kan qua spelletjes. Geluid ook heel erg hard. Laten we eens even hieruit gaan. Hoe ga ik hier eruit? Hoppa. En dan hebben we nog één. Laten we de asfalt even proberen. Zoals je ziet laat hij alle spelletjes met voldoende snelheid. Scherm. Nou, niks mis mee toch? Goed scherm. Hop. En dan gaan we play. Hup, starten. Nou, snel even een stukje racen.
Hup. Kijk eens. Nou, dan krijg ik een tutorial die ik niet wil zien eigenlijk, maar goed, het moet maar. Hop. Even nog in het beeld houden natuurlijk. Hoppakee. Zo, hij vliegt over het scherm heen. Hoppa. Nou, dat doet hij ook aardig netjes, toch? Nou, stop er maar mee. Hup, quit racing. Dus zoals je ziet, voor gaming is deze Xiaomi nou, ook geschikt, zou ik zeggen. Dus hij is helemaal niet verkeerd. Je kan er aardig wat spelletjes mee doen. En als hij deze intensieve spelletjes kan runnen, nou, dan kan hij de rest ook wel runnen. En je moet hem ook wel in de verhouding houden voor het geld dat hij heeft, dat hij kost. De €180. Nu is hij trouwens nog goedkoper geworden. Ik geloof dat je hem voor €160 al in huis kan hebben met de gewone China Post. Dus dan heb je een aardig mooi toestel voor een lekker prijsje. Daarnaast wil ik het nog even over de accu hebben van de Xiaomi. Er zit een 3100 mAh Lion batterijtje in. Laten we die eens even eruit halen. En ik moet eerlijk zeggen, deze accu die is heel erg goed. Je kan makkelijk 2 dagen zeg maar, je Xiaomi gebruiken met zeg maar, normaal gebruik. Met zwaar gebruik 1 dag en dan ben je rond 11 uur, 12 uur moet je hem toch echt op de lader zetten. En de laatste 2%, dat kan ik er ook bij zeggen. De Xiaomi, ik heb hem van de week heb ik hem gebruikt en er was nog maar 2% over rond een uur of 10. Ik had hem vrij heftig gebruikt en om 12 uur toen hij de lader inging stond er nog steeds 2% op. Dus deze accu, daar heeft Xiaomi echt heel goed zijn best over gedaan. Ik ben nog niet eerder zeg maar, onder indruk geweest van een goede accu. Alleen bij de Jiayu 4 was het volgens mij, 4 of 3. Daar zat ook een hele goede dikke accu in. Maar deze accu, niks verkeerds mee. Ik heb er nog eentje besteld voor de zekerheid. En het was niet eens nodig geweest. Geheugenkaartje, dat kan er ook in. Ik heb er nu 32 gig in zitten. Op de site staat dat er 64 gig in kan, maar mijn 64 gig Extreme Edition, die nam hij niet, die las hij niet. Dus het zal misschien zijn dat het de Ultra HS 1 versie is, maar de 32 gig die pakt hij wel. Hup. Qua bouw is de Xiaomi ook niet verkeerd. Het enige wat ik heb is soms, even kijken of ik het kan laten horen, nou je hoort het niet eens. Heel soms kraakt hij. Hier al. Dat is het enige. En voor de rest helemaal niks. Knopjes werken goed. Zonder gekraak of gepiep. Volume rockers. Ook zonder gekraak of gepiep. Het geluid van de microfoon als ik iemand bel. Kraakhelder. Helemaal geen klachten over gehad. De camera's, alle twee, prima in orde. Dus Xiaomi heeft echt heel goed zijn best hierover gedaan. Wifi bereik, helemaal niet verkeerd. Er zit een 802.11 BGN ontvanger in. Dus wifi ontvangst is net zoals mijn Note 3, even goed. Als ik beneden zit en ik heb de router van boven zeg maar, erin zitten, erop zitten, heb ik nog steeds één balkje. Nu zit hij op de router hiernaast, dus nou, dan geeft hij gewoon vol bereik. Ik kan netjes streamen. Muziek luisteren. Ik zal even kijken of ik een klein muziek of een videoclipje erop kan krijgen. Zonder dat ik een gezeik krijg van YouTube natuurlijk. Laten we even kijken. Wat hebben we hier aan videoclips? Nou. Eens even kijken. Als ik
deze even naar heel snel. Klein stukje maar. Nou, je ziet het. Hij is wel heel erg scherp. Dan spoel ik hem even door. Er komt toch aardig wat geluid uit. Helemaal niet verkeerd. De videoplayer die er trouwens in zit, die heeft nog een functie. Dat is online functie. En er zitten standaard films in. Ik weet niet hoe ze eraan komen, maar je kan vanaf hier kan je gewoon films bekijken. Niet alleen Chinees hoor, maar je hebt ook Amerikaanse films en Amerikaanse series. Het is even verder zoeken dan je kan zien. En bijvoorbeeld als je op more klikt, dan krijg je weer een heel rijtje, een nieuw tapje met nog meer films. Dus dat is wel geinig dat ze dat erin hebben gezet. En dat geldt ook dus voor zeg maar de muziek app die erin zit. Daar zit ook weer een functie in dat die muziek kan zoeken. Heel apart, maar wel leuk. Net zoals de Iggy Azalea, die heb ik niet op mijn telefoon staan, maar ik kan hem wel luisteren. Dus daar heeft Xiaomi toch wel iets goeds aan gedaan. Voor de rest moet ik eerlijk zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van dit Chinese toestel geweest. Xiaomi heeft heel erg goed zijn best gedaan. Dus dat is wel heel top. Nog één belangrijk ding van Chinese toestellen. GPS bereik. GPS heb ik getest. Ik zal even kijken of ik hier een GPS kan aanmaken. Ik zit nu natuurlijk binnen. Dus ik zal even kijken of hij iets kan vinden. Nou, zoals je ziet, hij ziet wel satellieten. Nou, ik moet eerlijk zeggen, met MediaTek toestellen heb ik heel slechte ervaring gehad. En daar vond hij niet eens wat, ook als ik buiten stond. En hier zie je dat hij toch met, ik zit binnen en de GPS die pakt gewoon satellieten op. Dus dat werkt gewoon prima. Dus ook voor navigatie, ik heb bijvoorbeeld Flitsmeister gebruikt. Werkt gewoon prima, hij geeft gewoon netjes aan waar je bent, hoe hard je rijdt. En dat is toch vrij accuraat wat hij aangeeft. Ik zal nog even de andere GPS-test aanmaken. Hier zie je ook. Hij ziet ook vrij vlot hoeveel satellieten hij ziet en hoeveel er in gebruik zijn. Dus dat is aardig goed. Hup, even weer uitmaken. Nou, je kan gewoon WhatsAppen, je kan gewoon YouTuben ermee, niks aan de hand. Je kan gewoon een clipje afdraaien, er gebeurt helemaal niks mee. Dat is gewoon te doen. Ik weet nog, bij de iNew was er een klein issue. Daar kon je geen YouTube normaal kijken, want die ging dan weer skippen of haperen in het geluid. Nou ja, zoals je ziet, dit gaat gewoon soepel. En je kan ook nog gewoon streamen. Dus dat gaat ook gewoon goed. Hello guys and welcome to an unboxing video. Vrij vlot allemaal. Hup. Eens even kijken naar een van mijn favoriete reviewers. Even kijken of ik hem hier nog heb. Hier al. What is up guys, I'm KBHD here, and this is Apple's new flagship phone for the next year, the iPhone... Hartstikke goed geluid toch? Lekker diep, lekker vol. En ja, wat ik ook in mijn geschreven review zei, het geluid klinkt echt als een Apple. Daar hebben ze heel goed werk van gemaakt, bij Xiaomi. De MIUI interface wat Xiaomi gebruikt is helemaal niet verkeerd. Ja, het is een beetje anders als een gewone Android toestel, de Samsung LG of wat dan ook. Het werkt net zo soepel, net zo vlot. Dus daar stoor ik mij niet aan in ieder geval.
Het is wel een beetje wennen, maar ik moet eerlijk zeggen, dat was binnen een week was het gewoon gewend. Ik miste het, mijn TouchWiz die ik gebruik niet echt meer. Alle apps werken ook gewoon zonder problemen. Ik heb nog niet een app gehad die niet hierop werkte. Dus dat is ook heel mooi. En ja, wat kan ik hier nog meer over zeggen? De Xiaomi met zijn €180 wat ik heb besteed is gewoon een toptoestel om te hebben. Je kan hem hier dus met T-Mobile gewoon prima gebruiken zonder enig probleem. Als je Vodafone of KPN hebt, ja, dan wordt het iets lastiger. Dan kan je hem dus niet overal gebruiken met 4G. Snelheid van de processor is niks mis mee, is prima voor gewoon normaal gebruik. Ik heb eigenlijk geen enkel moment in die paar weken dat ik hem gebruik gehad dat ik dacht van nou, wat is hier langzaam. Hij kan nog prima mee met andere toestellen. Natuurlijk is het geen Note 3, daar moet je hem ook niet mee vergelijken. Het is gewoon een normaal toestel voor een mooi bedrag en die een goed camera heeft, goede speaker heeft en een goed scherm voor een hele schappelijke prijs. Ik zou zeggen, mocht je geïnteresseerd zijn in de Xiaomi, zeker kopen, want het is geen slechte koop. Je moet gewoon geluk hebben dat je gewoon een goed toestel krijgt. En wat de Xiaomi betreft, kan je eigenlijk niet missen. Hij is gewoon goed. Laat snel op. Accu duur gaat lang mee. Het is een goed gebouwd toestel. Vergeleken met andere Chinese toestellen die ik eerder heb gehad, moet ik eerlijk zeggen dat dit wel een van de beste gebouwde toestellen is en waar heel over goed nagedacht is. Dit was mijn uitgebreide review van de Xiaomi Note 4G LTE. Ik zie jullie vast weer bij de volgende review. Tot de volgende keer. En tot ziens.